Dames en heren, Waasland Beveren heeft zo net 1-1 gespeeld tegen Ruppelboom. Gelijk spel, maar er was veel pech bij gemoeid. En naast mij zit Zarko Jelicic. Zarko is afkomstig van Servië en zijn moedertaal is dus Servisch. Dus om een beetje de band tussen mij en Zarko wat aangenamer te maken, ga ik de vragen in het Servisch stellen. Zarko, jedan jedan, sta Mislicic o resultado? What I can think now, it's totally, I'm confused because again we didn't win, especially at home. 1-1 and we also receive in the end goal without concentration. So I'm really disappointed. Zarko, danas tvoja prva utakmica za Waslandi. Da li si srećan svoje igrom? In one way I'm really happy after a long time to play it and in the end to enjoy a little bit after already 6 months. But like I said in the beginning, when you don't win, even if I score 3 times, it doesn't matter. When you don't win, it's not good. Tvoje ambicije do kraja sezone? My personal ambition is to play much as possible matches and to keep my level higher and higher, to be 100% ready for Ende Ronde, because now I think it's the most important, not only for me, for also for team to try to prepare to get maximum in Ende Ronde. So in the May to be totally fit and that can run every 2 days to have it matches. Sada imamo razgovor sa Spencer Verbist. Spencer, je bent met de rust vervangen deze wedstrijd. Hoe komt dat? Ja, ik denk een trainer wel meer aan van de opstelling. Dus wij oorschakelen een 3-5-2 en ja, dan moet er een verdediger af. En dan was ik vandaag, dus oké, ik kan daar volledig in komen wat ik heb gedaan. Nu, aanstaande zondag spelen jullie een wedstrijd tegen Antwerpen. Ik kan aannemen dat met rood aangestipt staat in jouw agenda. Ja, zeker en vast. We hebben al op Antwerpen gespeeld, dat was al een ervaring apart. En nu komt Antwerpen naar hier en Antwerpen is nog altijd een proef voor mij die toch speciaal is. En welke goede tijd heb je gehad, dat is zeker speciaal. Spencer, je hebt 5 seizoenen gespeeld bij Antwerpen. Hoe kijk je terug op deze periode? Goh, dat was een periode met veel mooie momenten. Ik heb ook in die periode een beenbreuk gehad, dus dat is wel minder. Maar sowieso 5 jaar bij een club, dat is wel iets speciaals. En, ik kan het houden de mooiste momenten. En hoe voelt het eigenlijk om zo voor de Great Old te spelen? Het is toch een club met een rijke traditie en ook wel zeer goede supporters. Ja, die supporters van Antwerpen, dat is iets speciaals. Ik denk dat een unicum in België is. Dat zijn mensen die komen altijd kijken en die geven er heel veel geld voor. En ja, het is een plezier om daarvoor te mogen spelen en dat maakt de club wel groot, denk ik. Maar je moet er, ik zeg het zelf, gespeeld hebben om dat te begrijpen. Antwerpen toch wel een beetje een turbulente club. Nu blijkt dat als hun papieren niet in orde zijn, ze mogelijk tegen een schorsing aankijken. Was er al iets van te merken in de periode dat jij daar speelde? Goh, ik moet zeggen, in het begin was er wel sprake van schulden en loonachterstand. Maar oké, dat was niet zo erg. Ik denk de laatste jaren is dat wel elk jaar, wordt er 2 keer over gesproken en het wordt wel meer en meer. Maar uiteindelijk als speler zijn daar niet mee bezig, want je weet uiteindelijk komt het toch goed en je krijgt je geld. Dus op zich is dat niet zo'n groot probleem, denk ik. En als je dan bij een ploeg speelt waar je toch wel serieus wat vertrouwen in hebt, hoe maak je dan eigenlijk die overstap hier naar Waasland Beveren? Goh, dat is gekomen eigenlijk. Ja, dat was het einde contract. Ze moesten serieus bezuinigen op het budget. En oké, de meeste einde contractspelers hebben eigenlijk geen verlenging gedaan. En ik kon wel bijtekenen voor een minder loon. Maar ja, natuurlijk Antwerpen is wel een profclub, dus je kunt niet gaan bijwerken. En Waasland, waar ik toch 3 jaar toch al contact mee had. Elk seizoen er kunnen bijwerken en dat is dan nog iets anders. En de mogelijkheid om iets te doen buiten de voetbal, dat was voor mij ook wel een beslissing om die te pakken. I love you in the morning.
komende zondag om 14:30 is het zover, Spencer. Wanneer stap jij als een tevreden man van het plein? Bij een overwinning. En alleen maar bij een overwinning. Dus dat moet wel lukken, denk ik. En een klein pronostiekje misschien? 2-0 voor Waasland-Beveren. Fantastisch, bedankt.